Om het maar even zo te zeggen. Nee. Nou ja. Ik ga wel met haar gewoon in gesprek, maar wat jullie hebben tussen elkaar, dat moeten jullie zelf oplossen. Jullie gaan elkaar uitschelden. Nee, dus jij laat je vriendin dat zeggen. Je laat iemand het over je vriendin zeggen. Jullie zitten met z'n drietjes elkaar voor allerlei soorten hoeren uit te maken. Nee, helemaal niet. Wil me nergens mee bemoeien hoor, maar je gaat zo braaien. Ja, maar ik ga niet zo. Jullie zitten met z'n vier op de bank gisteren, waar of niet? Ja, maar waar gaat het nou om? Zij scheldt jouw chick uit voor ordinaire hoeren. Ja, dus... En jij zit hier met haar op de bank en jij zegt daar niks over. Dat zijn dingen waar ik ook pissig om kan worden. Oké, nou, het is duidelijk. Ik had er wat van moeten zeggen. Ja. Ja. Ik begrijp het wel. Maar wat is dan jouw visie daarin? Mijn visie is dat jullie gewoon een kippengevecht houden. De ene noemt ook... Kijk, ik ga niet over mensen schelden. De ene vindt haar een ordinaire hoer. De andere vindt haar een schattig meisje. Zij noemt Blieken een kuthoer. De ene noemt... Het gaat alleen maar om schelden. Maar zie en in het, dat hele schelden... Zie je het weet verschil ik, dat als er iemand binnenkomt en die zegt... Maar ik vind jou een ordinaire hoer. Is het anders dan als er in een ruzie gevecht naar elkaar wordt? Zij zegt tegen mij dat ze dat van mij vindt. Ja. En jij gaat op dat moment daarna met iemand op de tafel. Maar jij vindt van Lieke dat ze een kuthoer is. Maar dat kun je niet vergelijken, want Lieke en Amanda en ik dat... zitten langer in ja. Nee, nee, nee. Ik zit zij niks komt te hier binnen, ze zegt Tas, dat ik zit niks te vergelijken. Doe je wel. Daar ging het gesprek over gisteren. Ja? Drie, vier dames zitten op de bank zitten. En Jaap zit ernaast te stoken. Ja, want door Jaap is dit hele gesprek gekomen. Ja? Zit de ene de andere op te stoken... om hoe tegen die te zeggen en hoe tegen die te heb zeggen. Heb ik op de bank tegen haar hoer gezegd? Ja. Niet één keer. Nou, nee, je let niet op. Nee, dat is niet waar. Helemaal niet. Ik heb de hele tijd gevraagd waarom ze tegen mij zei. Amanda heeft haar niet uitgesproken. Nee. Daar heb ik ook bij gezeten. Echt niet. Dus ik weet niet, hij patiënt er gewoon weer iets bij. Ik heb de hele tijd gevraagd waarom zij met een vooroordeel op mij afkomt. Dat is het enige wat ik aan haar heb gevraagd. Oké, de volgende keer zal ik bijspringen. Zal ik er wat van nee, zeggen? Nee, daar gaat het jawel, niet om. Daar gaat het wel om. Nee, schat, want zij vindt niet dat ik er wat van zeg. Lieve schat, kijk, luister. Kom je zwaar. Ik breek de hele boel zo meteen af. Ik breek de hele boel fucking af! Brian! Je moet praten! Kutzooi! Brian! Dood, ik moest zo maar aan mijn poeten aan. Nou, nu... Kankerzooi! Kutzooi! Kon je moest zo maar aan mijn brother. Het is nooit fucking goed. Kutwijven. Leukste vriendje. Waar is je heen? Weet ik veel, naar huis hoop ik. Echt fucking unbelievable gewoon. Hoe lang heb je nou al? Die deur is er nooit gesneuveld. Nee, dit is wel een super kut dag, vind ik dus. Echt. Echt kutte kan hij gewoon niet.